In de Petruskerk in Woerden reikte burgemeester Victor Molkenboer de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau uit aan elf Woerdenaren. Daar waren ze veelal met een smoes naartoe gelokt. Veel familieleden en belangstellenden waren daarvan getuigen. Vrijwel allemaal zijn het vrijwilligers die vaak in stilte heel veel vrijwilligerswerk verrichten, maar soms ook meer op de voorgrond treden, omdat hun vrijwilligerswerk dat met zich meebrengt. De eerste die een onderscheiding kreeg was Ton Bonenkamp. Voor het zijn van voorzitter van Belangenvereniging Waardsebaan West. Het zijn van voorzitter van de afdeling Woerden van D66. En hij is nog steeds voorzitter van de Stichting Lokale Omroep Woerden, RPL. Dan Antonio del Rosario. Met een indrukwekkende lijst. ...medeoprichter van en vrijwilliger bij atletiekvereniging Clitoneus. Verder is hij vrijwilliger bij de vereniging Vrienden van de Hospice Mantelmeel. Vrijwilliger bij Fit Wandel Woerden en bij atletiekvereniging Clitoneus. Hij verzorgt ook de trainingen Nordic Walking voor mensen met een bewegingsbeperking. En dan is hij ook nog vrijwilliger bij Wij 3.0 in Woerden. En vrijwilliger bij Stichting Inloophuis Leven met Kanker. De volgende in de rij was Marijke Hagendijk, vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk. Ook vrijwilliger bij de Zonnebloem in Woerden. En kookvrijwilliger bij Inloophuis het Centrum. En dan is ze ook actief bij Kerk in de Buurt, in het winkeltje daarvan. En vrijwilliger bij Verzorgingshuis het Oude Land. Wim de Kruif dan, lid van de Parkcommissie en Groundsman van Tennisvereniging Triak. Verder vrijwilliger bij Carnavalsvereniging de Kwakbollen. En medewerker van Actieve Benadering Utrecht bij Slachtofferhulp Nederland. Ook is hij beheerder van Decibel in Harmelen en verkeersregelaar bij diverse evenementen. Ook nog mentor voor de ANWB, onder andere actief binnen de Lichtbrigade. Dan gaat het om het goed verlichten van fietsen. En chauffeur bij ANWB Automaatje. Daarna was het Ernst Meijer die zijn onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Hij is vrijwilliger bij de Stichting Gilde Woerden en betrokken bij de restauratie van de gasmotor van de molen. Ook is hij vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. En doet hij vrijwillig werk bij de werkgroep Woerden-Zegveld van de Stichting Hugo Kootenstein. Verder met Otto Rautenberg. Hij is vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap Heilige Bonaventura in Woerden. Ook verricht hij onderhoudswerkzaamheden aan de kerk, de pastorie en het aangrenzende wijkgebouw. Actief is hij verder om parochianen van en naar de kerkdiensten te vervoeren. En hij bezorgt het kerkblad en voert het sleutelbeheer van de kerk, de pastorie en het wijkgebouw. En in het verleden verzorgde hij de lessen. Daarna de beurt aan Giri Spijker, diaken van de Hervormde Gemeente Woerden en vrijwilliger bij de Stichting Woerden Helpt Roemenië. Ook actief als vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Woerden. Een lid van de Algemene kerkenraad en diakonaal medewerker. En vanuit de Algemene Kerkenraad afgevaardigd in het bestuur van de geloofsgemeenschap het Baken. En daarna was het de beurt aan Dick Staal met een indrukwekkende lijst: vrijwilliger in het ziekenhuis in Woerden. Hij begeleide patiënten van en naar de kerkdienst in het ziekenhuis. En hij begeleide middelbare scholieren die hun maatschappelijke stage liepen. Vrijwilliger is hij ook bij het IVN in Woerden en bij Inloophuis het Centrum. En dan is hij ook nog vrijwilliger bij verschillende evenementen voor het verrichten van hand- en spandiensten. Volgende in de rij was Theo Verhoef, penningmeester van Jong Nederland afdeling Harmelen en actief als vrijwilliger bij de Bavo-kerk in die plaats. En ook is hij penningmeester van de Zonnebloem in Harmelen. En dan door met Ton van Vliet, vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Woerden en Zegveld. En huismeester van het appartementencomplex Medoc in Woerden. En dan is hij ook nog vrijwilliger bij het Actie voor Kids Verwerkingscentrum in Woerden. Tot slot Dick de Vries, vrijwilliger bij atletiekvereniging Vereniging Clitoneus. Hoofdtrainer van de middenafstanden Junioren en Senioren. En hoofdtrainer-coördinator van de wandelgroep Powerwalkers. En ook is hij organisator van De Wandeling van de Maand. Alle elf werden dus lid in de Orde van Oranje-Nassau. Inga Severs kreeg haar onderscheiding in Den Haag op het ministerie van Defensie. Zij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.